Toen aan het begin van de coronacrisis duidelijk was dat er een hele zware belasting terechtkwam bij de mensen in de zorg die toch al geen baan hadden, waarbij ze de hele dag hun teennagel zitten te lakken. Toen was iedereen het er hiermee eens. Deze mensen doen zwaar en belangrijk werk met gevaar voor eigen leven. En allemaal in deze zaal en in Varka instemmend geknik. Oh, 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 wat vonden we dat die mensen ons er doorheen sleepten. En toen de vraag kwam om dat ook een beetje normaal te gaan waarderen, toen werd het wegkijken. Moeilijk doen. Ja, wie gaat dat betalen? Nou, daar liggen voorstellen voor. Daar gaan we zo meteen over stemmen. Mevrouw Marijnissen heeft het aan het begin al opgeworpen. Die verlaging van de winstbelasting is nergens voor nodig. Met die bedrijven gaat het goed. En in deze tijden, waarin we aan heel Nederland oproep doen, wees solidair, dan doe je dat dus ook voor die bedrijven. De minister-president is nee aan het schudden. De Partij voor de Dieren heeft een aanvullende oplossing. De betaalbaarheid van de zorg is inderdaad een issue. Maar dit kabinet en het kabinet daarvoor en het kabinet daarvoor en het kabinet daarvoor hebben de grote ziekmakers decennia lang flink laten verdienen aan het ongezond maken van Nederland. De helft van de Nederlanders heeft overgewicht. Die mensen lopen extra risico als ze nu besmet raken met corona. Ik heb het kabinet er in de coronadebatten al naar gevraagd. Ze zouden reageren, er ligt sinds 3 juni een brief. Geen enkele actie nog. De fastfoodketens moeten gewoon dik meelappen. Die maken in Nederland 1 miljard omzet per jaar. Coca-Cola verdient hier goudgeld. Niet die bedrijven aanpakken en wel tante Sjaan onderuit de zak geven. Partij voor de Dieren vindt het onvoorstelbaar.